We zijn hier vandaag in Hilversum bij het Mediapark. Hier is het Zap Your Planet Powercheck event. En wij zijn hier vandaag vanuit Summerlab met de burgemeester van jouw Noordzee. Om alle 5000 kinderen hier te vragen wat zij belangrijk vinden in de Noordzee. Laten we gaan. Kunnen jullie mij vertellen wat jullie hebben getekend over de Noordzee? Hoe... Ik teken nu een zeewind omdat ik meer vinkwind en ijsberen wil. Wij tekenen een net waar al die kleine stukjes plastic opvangt. Het is een plastic zakje die op de bodem van de zee ligt. Geo, dat betekent aarde. En thermos is het Grieks woord voor warmte. Vandaag doen we bij Summerlab een quiz over duurzaamheid. Kinderen vinden het superleuk, want het is ook een leuke quiz. Ook wel een beetje moeilijk soms, we dagen ze echt uit. Maar we geven ook uitleg, dus ze steken er wat van op. Klap, zo. Ik probeer inzichtelijk te maken hoe de aarde er van binnen uitziet. Wat aardlagen zijn en een stapelen van zand en klei en zand en klei. Zodat je ziet hoe de aardlagen opgestapeld worden in de loop van de geologische tijd. En dat gaat over miljoenen jaren door. Op een gegeven moment dan komt er weer klei en weer zand. Wat zeg je nou zelf op van zo'n lezing? De nieuwsgierigheid die kinderen hebben eigenlijk. Wat ze vragen, dat vind ik heel interessant. En wat ze niet vragen ook. Het is niet alleen informatie geven, maar je moet die beleving ook meegeven. Kijk of dat nou in de vorm van een quiz is of hier in een spelletje. Als je ze een beleving meegeeft, dan onthouden ze het. Als ze een teken kunnen maken of iets dergelijks, dan blijft het in hun hoofdje zitten en nemen ze het mee naar huis. Mevrouw Betsema, allereerst wat een eer om u te ontmoeten. Ga door met het belangrijke werk voor de Noordzee, dan zien we elkaar spoedig weer. Hoe was het hem te vertellen? Ja, heel erg leuk. Kinderen waren heel erg enthousiast. En veel vragen. Dus ik denk dat ze het verhaal wel snapten, maar vooral meer wouden weten.